Wij stonden hier tegen het IPA. Wij weten dat de crisis allang voorbij is. Er is meer dan geld genoeg, bij de grote bedrijven zeker. En het wordt tijd dat er een beetje terug naar de arbeiders komt. Een jaar of 10 zonder opslag, het is een schande. De weegschaal moet een klein beetje evenwichtig zijn natuurlijk. Het mag niet alleen maar gaan naar het kapitaal en naar de werkgevers, maar ook naar ons toe. We hebben ook al dus moeten inleveren, al 2 jaar. Gokkingen van waarom dat de prijzen omhoog gaan, maar ze gaan omhoog en wij blijven ermee zitten. De 0,3 is belangrijk, maar ook het feit dat de afbouw van het bedienstatuut is voor ons te veel. En de verbeteringen voor de arbeiders zijn niet genoeg. En als LBC hebben we duidelijk tegengestemd. En wij vinden dat wij als LBC-afgevaardigden hier vandaag ook aanwezig moeten zijn. Als je heel die maatregelen neemt, dat gaat naar de toekomst een sociaal chaos worden. Dus we moeten ervoor zorgen dat we al onze rechten kunnen blijven behouden en eventueel uitbreiden. Het is schandalig dat de bedienden veel moeten inleveren en de arbeiders praktisch niks krijgen. Het is schandalig dat de werkgevers zoveel profiteren. Die maken superwinsten de dag van vandaag terug. Meer dan 34% afgelopen jaar. En wij krijgen niks. We hebben dus de crisis al een keer betaald. De banken zijn met ons centen gaan lopen. De regering wil ons een tweede keer plunderen. Mensen moeten wakker worden en die moeten reageren. Als je weet dat ongeveer tussen de 10 en de 15% van de werkende bevolking onder de armoedegrens zit van de werkende bevolking. Hè. En als men dan de minimumlonen nog niet verhoogt, dan wij vinden dat schandalig. Dat niemand snapt hè, dat de bedrijven met een nationaal interest eigenlijk nauwelijks belastingen betalen. Dat de bedrijven één voor één eigenlijk ja, cadeaus krijgen, geld pakken. En terwijl dat aan de mensen de koopkracht niet vooruit gaat, dat men aan een index wil raken. Dus eigenlijk daar eisen de mensen een loonsverhoging. Wij met de PvdA willen daar echt in steunen. Ik denk. Dus de arbeiders blijven met lage opzegtermijnen zitten en ook die schandalige Karensdag. De eerste dag ziekte voor een arbeider die dus geen loon krijgt voor die eerste dag, die blijft bestaan en dat vinden wij absoluut onaanvaardbaar. Vooral de werkgevers die we willen verantwoordelijk stellen, in die zin dat er 4% groei gaat zijn, dat er enorme winsten zijn, dat de BIL 20 opnieuw goed doet en dat zij ons een maximumnorm van 0,3% willen opleggen. Wij zijn dus voor vrije onderhandelingen en wij kunnen wel verantwoordelijkheid nemen. Wij vragen dezelfde verantwoordelijkheid van de werkgevers. En u draagt ook een bordje niet in onze naam. Hè? Waarom? Alles is vergelijkbaar. Hè? Als je België splitst, splitst de sociale zekerheid. En alle gevolgen, alles valt rond de type dan ook. Dus niet dat als ze België gaan splitsen, dat de sociale zekerheid voor de Bijl gaat? Ja, dat is duidelijk. Hè. De wijver wil niks anders. Hè. Die wil niet alleen aan het land splitsen, maar die wil ook de arbeiders tegen elkaar erop zetten. De sociale zekerheid, de sociale rechten die wij in ons land opgebouwd hebben, is dankzij die eenheid. Hè. En die eenheid is ook echt belangrijk om dat in bescherming te nemen. Splitsen, dat moeten niet doen, we moeten samen sterk zijn. Heb je ook schrik van de plannen die eigenlijk op tafel liggen, de splitsing van sociale zekerheid? Als je de wijver laat doen, hè, die schaft alles af. Schiet ermee uit, doe terug samen en zorg dat de mensen het beter kunnen nemen. En dat ben gedaan. Je crois que les travailleurs sont les mêmes au nord et au sud et dans tous les pays. Et donc il faut justement éliminer les clichés. Il faut montrer que ensemble on est plus fort. C'est d'ailleurs le slogan d'organisation syndicale. De gewone mensen willen het land niet splitsen. De gewone mensen willen gewoon het land verder laten gaan. We hebben een goed land, we hebben een prachtig land. En wat geen de N-VA en al die paljassen vertellen, dat trekt er gewoon weg niet op. Dat is ruzie stoken tussen de gewone werkende mensen. Hoe moet dat verder? Er moeten verder acties komen, à la frietrevolutie, maar ik denk dat de 8e mei hè, in Brussel, een grote solidariteitsbetoging in Brussel, dat we daar allemaal naartoe moeten. Ja, want allemaal klapt over één Europa en de euro. Maar Europa is gemaakt voor het kapitaal. Dat is eigenlijk nog geen sociaal Europa, nog altijd niet. Hè. Ik heb in 4 ploegen gestaan in een gieterij aan de oven. Als je daar moet werken tot je 65 jaar, dat gaat gewoon niet. De indruk is voor ons heilig, zo simpel is dat. Want de indruk is niet alleen dat de mensen een verhoging van de lonen krijgen, maar dat is ook goed voor de economie, voor de koopkracht van de mensen. Als je dat gaat afnemen, ja, dan gaan we economisch er ook de gevolgen van dragen. Dus in die zin, Europa zal er moeten afblijven of ze zullen ons tegenkomen. Onder leiding van Duitsland, Merkel en Sarkozy willen die druk echt opvoeren op die index. Men wil van die index af. Ja, wij zijn niet akkoord met de aanval op de index, niet vanuit de Nationale Bank, niet vanuit van Europa. Kameraden, onze actie heeft al geloond. De regering heeft dus gezegd dat de automatische indexering van de lonen behouden blijft.